Jullie hebben in Amsterdam gespeeld, door het hele land. En ook in New York ben je met je moeder geweest. En op een gegeven moment dacht je, en nu thuis. Dit moet thuis ook besproken worden, gezien worden, ervaren worden. Hoe was dat? Nou, hoe ben je dit gesprek aangegaan met je familie? Samen met je moeder, neem ik aan. Of heb je het eerst aan je moeder gevraagd? Nee, ja. Je wil natuurlijk heel graag als iets... als je werk hebt gemaakt waarvan je voelt... Oh ja, dit raakt zoveel mensen. En we zijn continu uitverkocht geweest in het theater en zo. Dat is te gek. Maar rijkwijd blijft toch best bescheiden. Dus je wil heel graag dat het zoveel mogelijk mensen bereikt. Dus het was een droom om er een film van te maken. En toen heeft Adelheid, my genius friend, die heeft de stoute schoenen aangetrokken. En die is gewoon naar Human gegaan, waar ze vaker mee werkt. En met de baas van Human gesproken en gezegd, joh, hier moeten we echt iets mee. En die was het met haar eens. En toen was Maaike Doelde. Ja, met Maaike wisten we. Hè, dat is ook een vriendin van Adelheid, fantastische regisseur. Die wilde dit ook heel graag doen. Dus heel veel geluk en heel veel fantastische mensen die meteen vanuit het hart ook verbonden waren. En toen zaten we inderdaad na te denken van hoe gaan we dat doen. Maar voor mij was het wel meteen duidelijk... Je kan wel een soort nep huiskamer gaan bouwen in Amsterdam of zo. Maar je wil natuurlijk in Hengelo. Je wil in het echte huis. Je wil via de voorstelling het echte gesprek gaan voeren. Want dat is wel, het is natuurlijk een voorstelling en zo. Maar wat, terwijl je werk maakt, weet je niet precies wat je doet. En het is heel gek hoe dat werkt. Ik heb het geschreven en... Heel veel dingen werden mij pas 2, 3 jaar later duidelijk of zo. Maar nu en later wist ik ook van, oh ja, het is niet... Dit is een manier van leven. Het gesprek aangaan. Hè? Nou ja, goed. Dus toen dacht ik, net zoals ik in een film zeg, de producenten waren heel bang. Die hadden zoiets van, ja, maar weet je moeder dan wel? En krijgt ze dan geen last van de buren en weet ik veel? En dan komt het op tv en is ze dan wel veilig. En, tot aan dat ze zeiden, maar weet je moeder dan wel wat ze doet? Dus dat vond ik heel aardig en zo, maar vrij snel werd ik daar zelf zenuwachtig van. En zei, luister, ik heb mensen nodig die achter me staan. En niet mensen die mij nog banger gaan maken of zo. Want ik voel intuïtief, dit is goed, dit kan. En toen zei mijn moeder dus, net zoals in de film, die zei, die heeft de bal van zich afgeslagen, die zei, ja, nee, ja, weet ik niet, vraag maar je broertje. En ik was eerst een beetje pist, want ik dacht, hallo, jullie gaan de hele tijd, ja, wij Turken, maar ik ben de oudste, dan moet ik het aan de jongste vragen, what the fuck, weet je wel. Maar toen dacht ik, oké, mijn broertje woont sinds 5 jaar in Turkije. Toen dacht ik, weet je wat, ik ook heb geleerd door de voorstelling, ik dacht, je moet mensen trekken, erin trekken. Dan wordt het een onderdeel van ze en dan worden zij een onderdeel. En dan is het niet meer ik tegen hen, ben je er tegen, ben je er voor, maar dan ben je het samen aan het doen. Dus ik wist intuïtief, ik moet naar mijn broertje en ik moet niet vragen, mag mama meedoen? Ik moet vragen, ik wil dit doen met mama en met jou en met mijn zusje. Doe je mee? En ja, hij vond dat geweldig. Het is niet voor niets dat ik acteur en schrijver ben. Mijn familie heeft... Ik heb een hele bijzondere familie. Echt waar. Ze hebben een intrinsiek begrip van kunst. En je moet weten, mijn moeder heeft 4 jaar lagere school gehad, verder niet. Mijn broertje niet eens de LTS afgemaakt. Nou, mijn zusje is verstandelijk beperkt. Hij heeft een lage IQ. Mijn andere broertje is voor altijd 6. Dus je zou denken, oh, dat is niet zo logisch, hè? Maar nee, het zijn allemaal kunstenaars eigenlijk. En een ander heel bijzonder ding aan ze is dat voor hen waarachtigheid belangrijker is dan veilig zijn of zo.
Dus dat hebben ze altijd. Het zijn hele moedige mensen. Dus ja, zo. Ja. Mooi. Dit is maar een heel. Jullie hebben heel veel gefilmd. Dit is een heel. Ja, we hebben 5 dagen genomen, een week in dat huis. En zo door het script heen gegaan. Ik heb het script bewerkt, want er zijn hele stukken zitten er niet in. Maar heel veel ook wel, weet je wel, wat er overblijft. En het stuk van de abortus. En er zijn heel veel dingen die niet. Die spontaan zijn ontstaan. Ik vind mijn broertje echt bloedmooi in mijn hele familie. Maar dat wist ik ook. Ik wist het. En, en elke avond had ik migraine. Oh. Hadden ze van de productie gevraagd. Wij van de productie blijven slapen in een hotel in Hengelo. Wil jij ook in Hengelo blijven of wil je elke avond naar huis? Naar huis. Wat is hierna gebeurd in je familie? Heeft het een hele grote. Was het toen klaar? Was het toen voorbij? Hebben jullie veel gepraat hierover? Je dochter zit ook in de film. Heb je veel met je dochters over gehad? Waar zijn geschrokken? Ze horen dit voor het eerst, sommige dingen. Dat zie je ook. Ja, en mijn dochters. Toen ik de voorstelling deed en ze kwamen kijken. Ik had natuurlijk wel een paar stukken aan hem voorgelezen toen ik het stuk schreef. Maar het was echt letterlijk zo dat zij in het publiek zaten en mijn geschiedenis met mijn moeder voor het eerst hoorden. En later zeiden ze ook, mam, ik bedoel, sorry, maar what the fuck, dat had je ons toch wel kunnen vertellen. En ik bedoel, waarom moeten we dit horen samen met het publiek? Ja, precies. En ik heb me even 20 seconden schuldig gevoeld. En toen zei ik, weet je, de realiteit is dat ik gewoon lichtelijk fucked up ben. Het is niet voor niets dat ik doe wat ik doe, of de manier waarop ik het doe. Er zijn 2 redenen waarom ik het jullie niet eerder heb verteld. 1, ik kon het niet. Daarom maak ik dit soort werk. Ik moet het een vorm geven, anders word ik een plasje water. Ik weet niet hoe ik hierover moet praten. Of ik verzand in. Ik kan het letterlijk niet. Het doet te veel, weet ik veel. Het is niet eens, het doet te veel pijn. Ik weet niet eens waar het zit, want zover heb ik het verborgen. Hè? En het tweede ding, het belangrijkste was. Ik had het ze nooit verteld, want ik vond het belangrijk dat ze. Vooral met mijn moeder. Een eigen relatie konden opbouwen zonder mijn. Geschiedenis op hen geprojecteerd te krijgen. Ik wilde hen de kans geven, mijn moeder en de relatie tussen hen, gewoon dat privé van hun was. En niet, weet je wel, met je oma en dat. Dus en voor de hele familie, dit is heel belangrijk. Aan de ene kant denk je, oh catharsis, oh nou verandert er van alles. Nee. Ja, er verandert heel veel. En nee, er verandert niet zoveel. Ja, de verandering is heel klein, heel miniem. Namelijk dat je weet dat je veilig bent bij elkaar. Dat je weet dat het echt zo is dat je elkaar niet zult verlaten. Dat je naar elkaar kijkt en denkt, bijvoorbeeld ik heb nu met mijn broertje, ik had al een goed contact met mijn broertje en daarna, ik kijk naar hem, maar ik kijk nu naar hem met extra informatie van de laatste scène. Ik dacht dat ik de enige was. Dat is nog helemaal onontgonnen gebied. Hè? En het tweede belangrijkste is, waarvan ik het gevoel heb, oh, dat wil ik zo vaak aan heel veel mensen vertellen. Wij denken heel vaak, een echt gesprek, een belangrijk gesprek, dat heb je 1 keer, misschien 2 keer, en dan is het klaar. Of dan is het goed. Nee, je moet het nog een keer voeren, en nog een keer, en nog een keer, en nog een keer. Want het gaat niet om een eindpunt. Hè? Het gaat niet om, nu begrijp jij mij, dus doe jij nu wat ik wil. Of, daar gaat het niet om. Het gaat om dat contact van in het moment zijn en telkens getuigenis kunnen doen van elkaar. Van ik wil mezelf vertellen aan jou en ben jij beschikbaar om mij te horen en ben ik beschikbaar om jou te horen zonder te vinden dat je gewoon moet zijn wie ik wil dat je bent. Dus het is een, voor, voor,
voor jullie allemaal, ook met je ouders, met je geliefden, met je buurvrouw, met whatever. Jezelf neerzetten in de wereld, jezelf uiten van wie jij bent, totaal dat leven, dat is niet één keer. Hè? Dat is een continu. Continu incarnatie is dat, continu. Ja, ja. Mooi. Het is bijzonder, want deze docu is gemaakt in 2018. De voorstelling ging voor het eerst in première in 2016, geloof ik. Nu heb je een nieuwe voorstelling. 2015 zelfs, bij het Wondfestival. Oh, ja. Nu is een nieuwe voorstelling die gaat in première in januari. God is moeder. Gaat ook over moeders en hun kinderen en homoseksualiteit en geloof en de complexe relatie van al deze dingen. Is dat iets wat je, is dit jouw exercise van, je ontmoet, is dit de rode lijn of ben je nog niet uit? Gemoederd. Nee, maar nee. Ik zeg het lullig, maar ik snap. Je zegt, dit moet je blijven doen. En dit, ik weet ook dat samen met Chidam, de fotograaf, die een hele mooie fotoseries heeft gemaakt rondom deze voorstelling, dat er heel veel mensen naar jullie toe kwamen met elkaar, met van, help ons dit gesprek het voeren. Nou, wat echt geweldig was hoe dit ooit begon, was dat ik met Chidam Huxen, zij heeft de Zilveren Camera gewonnen. En toen ik 2014 met haar praatte, dus voor de voorstelling gemaakt werd, toen woonde ze nog thuis, wilde ze uit huis en had ze heel veel moeite met haar ouders, want die vooral haar moeder. Het zijn meestal de moeders, by the way, want die voelen zich verantwoordelijk voor het gezin en voor het beeld naar buiten toe. Dus die houden alles heel strak en de vaders zijn, mag wel, weet je, die zijn heel makkelijk. En nou, vooral haar moeder, die had zoiets van, nee, als jij weggaat, hoef je nooit meer terug te komen. En ik, omdat ik ouder ben en weet je, een soort confidante, iemand die haar is voorgegaan, ging ik haar helpen. En bij haar, toen ik met haar bezig was, toen gebeurde het. Toen dacht ik, wauw, het probleem is niet dat ze haat heeft naar haar ouders. Het probleem is de liefde. De ongelofelijke liefde die ze voelt voor haar ouders. En het gevoel heeft dat ze moet kiezen tussen haar leven en haar ouders. En toen ineens begon het te rollen van al die mensen die ik ken, die al bijna 40 zijn, stiekem nog een Nederlands vriendje hebben en al die dubbele levens, leugens. En tegelijkertijd ouders die heel erg van hun kinderen houden, kinderen die stiekem leven en hoe dat gewoon niet bij elkaar komt. En toen dacht ik, ja, het gesprek moeten we aangaan en ja, als ik dat ga doen, dan moet ik dat dus met mijn moeder doen. Ook omdat ik nog heel veel met haar uit te spreken heb. Maar het mooie was dat, ja, je begint zoiets en toen ik het ook bij Zina bracht, nou, ik stelde het een keer voor tijdens een artistieke vergadering, maar ja, elke 4 jaar krijg je subsidie voor een bepaald aantal voorstellingen, dus ik zei het wel, maar als de rest van de groep had gezegd, leuk. Oké, volgende agendapunt. Had ik het heel makkelijk van de tafel geveegd. Zo gaan die dingen. Dan wil ik maar even jullie een hart onder de riem steken. Dat je niet denkt, ik kan het niet en ieder ander is zo stoer. En nee, ik was gewoon echt bereid om. Toen Adelheid zei, wauw. Toen de rest zei, wauw. En zij hebben het echt tijdelijk als een soort draagmoeder bij zich gedragen. Ik geloofde er niet in, vond het eng, vond lullen. Nou, toen hebben we het gedaan en wat we zagen, wat ik zag, wat ik ongelooflijk vond. De tijd was rijp. Er was zoveel draagkracht onder mensen van, nou, links, rechts, gelovig, ongelovig, modern, niet modern, conservatief, dadada. Maar iedereen wist, oké, de bestaande structuren, die worden ingehaald door het leven zelf. Want kinderen doen gewoon wat ze doen. En we weten niet, en ons ouderschap moeten we herzien, maar we weten niet hoe. En we moeten dus met elkaar praten. En dit, heel veel mensen herkenden zich erin. Dus dat was echt te gek. Ik weet niet eens of ik antwoord heb gegeven op je vraag. Maar zijn er al vragen in de zaal? Ja.
loop even. Hi. Hi. Ik ben Louisa, ik moest mijn naam zeggen. hoe heb je je moeder benaderd en wat was haar reactie in eerste instantie? Ja, dus nadat ik dit helemaal had bedacht en bij Zina was geweest, dacht ik, oké, mijn moeder kende Chidam al. Toen ben ik met Chidam naar Hengelo gegaan. En Chidam heeft dat nog opgenomen. Toen dacht ik, ja, ik moet een soort pilot doen eerst. Ik wist niet eens wat ik wilde. Dus ik heb toen mijn moeder gevraagd en gezegd, in de woonkamer echt, van mam, weet je nog, je hebt mij geprobeerd uit te huwelijken en dit en dat. En daar hebben we nooit over gepraat, daar wil ik over praten. Mijn moeder zei, is goed, en die wilde meteen antwoord geven, van daarom heb ik het gedaan. Ja. Ik zei, nee, maar ik wil het doen tussen 100 mensen in de balie die je niet kent. Wil je dat doen? En toen zei ze, ja, is goed. Nou, toen hadden we die pilot gedaan in de balie. Dat was te gek. En mijn moeder zegt later daarover. Zij zegt, ja, ik voelde wel aan, dit is belangrijk. Hier moet over gesproken worden. En ik wist ook, nou ja, het is Amsterdam, niemand weet dat. En ik vertrouw mijn kind, dus ik doe dat. En later, toen we de voorstelling echt een beetje gingen maken, we hadden een paar keer gespeeld. En toen zouden we echt weken op tournee gaan. Het was helemaal verkocht. Alleen mijn moeder wist nog van niks. Ja, dat is echt heel erg. En ik heb sowieso, ik had al eerder werk gemaakt met mijn moeder. En ik had een manier, ik noemde dat altijd de overvaltechniek. Dus dan ging ik een filmpje met haar maken en dan ging ik de dag daarvoor ging ik naar mijn moeder. Helemaal gestrest, dat was niet gespeeld. En dan zei ik, mam, ik moet een film maken en het is, moet overmorgen af en jij moet erin spelen en je moet op de grond liggen en er komen allemaal bergen bloemen over je heen en ik weet nog niet precies wat, maar kom. En ze zei altijd, is goed. Want ze zat in paniek en haar moederschap had dan zoiets van, nou, oké, ik moet, ik kan niet nee zeggen. En bij deze, Zina en de producenten en zo, die hadden echt zoiets van, weet je moeder al dat ze op tournee gaat? Nee, maar wacht maar. Ik heb de tijd dat ik weet dat het, wanneer, ik voel wel aan wanneer het zover is. Nou, op een gegeven moment was mijn moeder, mijn zusje en mijn zwager, die waren bij mij thuis. In Arnhem, zij wonen in Hengelo. En jullie moeten weten, mijn moeder heeft een hele symbiotische relatie met mijn zusje. Logisch, want mijn zusje heeft een IQ van 75, is afhankelijk van haar. En de man van mijn zusje en mijn moeder wonen samen. Maar mijn moeder is helemaal heel erg gebonden aan huis, want ze heeft het gevoel dat ze mijn zusje niet alleen kan laten. En op een gegeven moment zaten we daar en toevallig zat mijn moeder op de bank, ik zat tegenover haar en mijn zusje zat naast mij. Dit is heel belangrijk volgens mij, want het was een soort rare familieopstelling. Want mijn zusje zat niet naast mijn moeder, zat naast mij. En toen voelde ik, nu moet ik mijn moeder vragen. Dus ik zei tegen haar, mam, weet je nog wat we hebben gemaakt? Mensen vinden het prachtig en ze willen ons graag zien. En ze willen graag dat wij deze voorstelling spelen. Wat zeg je dan? En ik weet nog dat mijn moeder keek naar mij, keek naar mijn zusje, dus ze zag ineens die twee kinderen voor zich. En volgens mij realiseerde ze zich op dat moment, oh ja, dat kind heb ik altijd heel veel aandacht gegeven. Dit kind heeft nog nooit iets gevraagd, die vraagt mij nu. Ik moet ja zeggen. En mijn zusje zei ook, die was ook niks van niks, die zei, ja, mam, je moet het gewoon doen, vind ik. Je moet het gewoon doen. Dus mijn moeder zei ja. En ik moet wel zeggen, ik zei tegen mijn moeder, ah, een keer of 4, 5. En uiteindelijk zijn we dus maanden gaan toeren. Maar we hebben het opgelost. Dus elke avond dat we speelden, mijn zwager Oer werd onze tourmanager. En we zaten altijd met z'n vieren in de auto. Mijn zusje, mijn moeder, mijn zwager en ik. Nog meer uit zaal.
Tot jullie iets verzinnen wat misschien wel leuk is. Ik heb mijn moeder ook echt zien emanciperen door deze voorstelling. Daarvoor, het was altijd een hele flinke vrouw. Ik heb niet eens een rijbewijs, zij heeft geen rijbewijs. Ze doet alles. Mijn vader is overleden toen hij 47 was, zij 44. Kinderen alleen opgevoed, mannetje gestaan, vrouwtje gestaan. Gewoon stoer. Maar toch was haar actieradius altijd heel beperkt. En doordat ze overal kwam, in alle theaters, tot aan New York, is haar letterlijk haar actieradius groter geworden. Mijn persoonlijke, hoe zeg je dat, hoogtepunt was niet eens zozeer New York, wat ook te gek was, maar was dat ik met mijn moeder in koffietijd zat. Ik zat met mijn moeder in koffietijd en mijn moeder mocht gewoon Turks praten. Omdat ze door de zenuwen dan de woorden niet zo snel kan vinden. En ze had gezegd, mag ik dan Turks praten? Wil jij me dan? En zij dachten en zeiden, tuurlijk, prima. Koffietijd is voor mij zo, het zijn schatten die vrouwen. Ze zijn geweldig. Maar het is zo blank. En dat een vrouw als mijn moeder, eerste generatie, wiens stem nooit wordt gehoord over het algemeen. RTL 4. Of wat is het? Ja, RTL 4, koffietijd. Nou, dat was te gek. Ergens in de scène waar je zegt, het is gevaarlijk dit gesprek voor mij. En dan zegt de moeder, ook voor mij. Ja. Is dat gevaar, is dat weg? Was het gevaar er eigenlijk niet, achteraf gezien? Of is het gevaar nog steeds? Nou, het omgaat om de community. Ja, natuurlijk, dat begrijpt iedereen, denk ik, dat het om de gemeenschap gaat, inderdaad. Kijk, ik leef altijd met dat zogenaamde gevaar. En ik trek me daar niks van aan, in die zin dat ik denk, ja, er is één persoon aan wie ik verantwoording hoef af te leggen, dat ben ik zelf. En we hadden het voordat wij hieraan begonnen over mijn columns bij de Nieuwe Maan. En voordat ik op tv sta en zeg wat ik zeg, heb ik 3 miljoen miljard keer dat ik twijfel aan mijn woorden. Of dat ik heel goed probeer zo integer mogelijk te zijn. Maar als ik vind, dit is liefdevol, dit is oprecht, dit is integer, I don't give a shit. En wat we bedoelen is natuurlijk, hè, mensen kunnen hun mond openen of wat dan ook. Tuurlijk. Dus dat wilde ik daar even neerzetten. Hè? Als je je mond open doet, omdat je buiten de gebaande wegen bevindt, omdat ik kom, dus de Turkse cultuur is een wij-cultuur. Dat betekent dat je niet aan jezelf toe behoort. Dat betekent dat alles wat je zegt, is niet een persoonlijke titel, is altijd voor de groep. En de groep kan dus ook zeggen, ja, moet je bek houden. Maar, ik wilde net iets heel belangrijks zeggen. Was het gevaar voor je moeder misschien dat ze een paar treden van de ladder... Zeggen. Nou nee, het gevaar zou kunnen zijn dat mensen haar letterlijk aanspreken. Dat ze zeggen, jij bent naar Mekka geweest, jij bent hajj. Als je hajj bent, dan ben je echt, moet je vroom zijn, hè? En nu hang je de artiest uit, je dochter met een halve tepel bloot, met jou zo op die foto, hangt door heel, wat is het? En ze heeft geen, vergeet niet, ze heeft geen man achter zich, hè? Zou je kunnen zeggen. Nu is mijn moeder dus echt, die denkt, ja, kom maar op, weet je. Maar, toch moesten we daar rekening mee houden, en hoe ik dat heb omzeild, voor de zekerheid, voor mijn moeder, is toen we die film gingen maken, dacht ik, oké, nou, familie heb ik mee, mijn broertjes, hè? Voor mij is het belangrijk, als zij mee zijn, is goed. Voor mijn moeder is dat ook het belangrijkste. Als wij maar een team zijn, de rest kan stikken. Maar, dacht ik, dan kan je het wel stilhouden, maar Hengelo, joh, daar ben ik geboren, snap je? Iedereen kent me daar al ik ben 50, dus al 50 jaar kennen ze mij en mijn moeder. En ik dacht, zometeen krijgen ze een week lang al die buren
Gaan hier mensen zien, mannen, 2 meter lang, blond, met camera's in en uit, weet je. Die gaan denken, wat gebeurt daar eigenlijk? En toen dacht ik, weet je wat? Ook zij moeten erin. Als de buren meedoen, dan kan niemand meer dit doen. Weet je wel? Dan is het, we hebben een gesprek. Je mag ervan vinden wat je vindt. Maar dan worden ze onderdeel. En zo hebben we dat getackled. De 2 buren zijn ook op de première geweest. Ik heb nooit iets gehoord vanuit die omgeving van bitch of wat dan ook. Of naar mijn moeder toe. Nee, alleen maar eigenlijk like. Ja, maar misschien omdat ze hem kennen ook. De relatie ook herkennen, toch? Misschien omdat ze het herkennen, zeg jij. Okay. Ja. Hoe heet jij? De opname. Mijn naam is Fatima. Fatima, ja. Nee, ik denk ja, als je iets herkent. Ik herken het, wij hebben een zusje trouwens. Wij herkennen ook best wel veel dingen. Want mijn vader die zei vroeger altijd van, oké, jullie mogen uit. Alsof de buren je niet zien, bijvoorbeeld. Dus dat vond hij belangrijker. Ja, dan, precies, wat geweldig dat je uit mocht van je vader. Ja, weet je. Ja. Ja. Ik ben trouwens ook getrouwd met een Turk. Aanstaande zondag 12 jaar. Ja. Dus jij zegt, misschien omdat mensen het herkennen, vinden ze het, hebben jullie niet zoveel backlash gekregen. Nou, ja, ik denk, dat is... We zeggen in onze cultuur, in de Marokkaanse cultuur, hè? Ik ben van Marokkaanse afkomst. Ja. Turkse cultuur. Nou, het mooie is dat ik merk dat iedereen het herkent. Dus mensen uit de wijkcultuur herkennen het, letterlijk. Ja, maar ik bedoel meer, de Nederlanders zouden meer scheid aan hebben. Zouden zeggen, ja, maar jij bent het voor mij belangrijker. En zouden dus, niet belangrijk vinden wat hun buren ervan vinden. Terwijl in jouw cultuur, en in mijn cultuur, is dat altijd een hele grote rol. Van, oh jee, als ICing wordt, of, hè? Ja, of... Precies. Ja, je reputatie, precies. Wat ja, zeggen, precies. Maar. Nou, ik merk dat, natuurlijk zijn er ook mensen die het heel heftig vinden. Of ik ben met mijn dochter naar een viewing geweest bij een mbo in Leiden. En ik dacht, oh dat vind ik leuk, ik neem de oudste mee, Jasmin, want die studeert journalistiek. En vond ik ook een leuke, bijzondere ervaring voor haar misschien. En ik vond het leuk voor de jongeren daar. Om niet alleen met zo'n vrouw te praten, maar misschien ook aan haar dingen te vragen. En wat je daar zag, was echt een soort tweedeling. Een deel van de meisjes, die waren woedend eigenlijk. Die vonden mij een soort verrader. Die vonden dat ik mijn moeder te hard aanpakte. Die vonden ook... weet ik veel, die zaten helemaal, ja, ben je dan geen moslim? Dat geloof je wel. Die zaten, vielen heel erg daarover. En een ander gedeelte, die ging dan weer mij helpen, weet je wel. Maar, dus mensen die nog wankel zijn in hun identiteit en wat zij zelf zijn, zijn heel erg angstig. Hè? En kunnen agressief zijn. Dat ze niet beter weten, denk ik. Dat ze van huis uit. Ja. Maar, aaien. Ja, precies, ja, het is een schande, weet ik veel. Ja, weet je, het zal me echt aan de rekening. Mij ook, hoor. Echt waar. Echt. Mijn familie die is niet op de bruiloft. Ze nooit hebben geaccepteerd dat ik met een Turk... Mijn vader wel, hoor. Mijn vader die zei, tuurlijk, als je van hem houdt, waarom niet? Tenminste had je je vader... Liefde overwint, hè. Ja, dat is mooi. Als je moslim bent, maakt niet uit of je nou uit welke land je komt. Dat zou ik denken, dat als je dan moslim bent, dan zou je dan iedereen moeten accepteren, toch? Dan ja, eigenlijk de tussen theorie en praktijk is een heel gaande gat. Hier is het. Als een oliebol volgens mij. Hoi, ik ben Eva.
Ik vroeg me af, heb je voor het gesprek met je familie, dus met je broer erbij en de rest van het gezin, zei je dat je het script hebt aangepast, maar heb je ruimte ingebouwd voor hun reactie steeds? Of, want zij hoorden veel dingen voor het eerst. Werd het dan meteen een gesprek met hun of hoe heb je dat aangepakt? Nou, ten eerste was de afspraak dat zij volledige zeggenschap hadden over het materiaal. Dus als er ook maar iets in de film was waarvan zij zeiden, ja, gouden scène, kan me niet schelen, moet eruit, voel ik me niet veilig bij. Geen discussie, meteen eruit. Dat was onze garantie naar hen. En dat vond ik terecht. Ik heb alleen met mijn moeder van tevoren gesproken en gezegd, oké, heb jij nog dingen wat je in de woonkamer niet wil bespreken? En er is één onderdeel in het stuk waarin ik vertel dat zij mij checkt op mijn maagdelijkheid op mijn 14e. Dat wilde ze niet in de familie bespreken. Dat vond ze heel erg. Daar schaamde ze zich voor en dat wilde ze daar niet horen. Ze zei, dat wil ik eruit. Verder mag je alles bespreken. Dus en verder hadden wij met Adelheid en met Meike besproken. Oké, we gaan het gewoon doen. En alle reacties die komen, die laten we gewoon gaan. Net zoals in het stuk, mijn moeder heeft carte blanche. Mijn moeder, ik hou me aan het script. En mijn moeder natuurlijk ook met haar antwoorden, maar als zij die dag extra boos is op mij, of ineens ergens opkomt en denkt, oh maar wacht even, weet je wel wat jij hebt gedaan, weet je wel? Dan, zij mag dat doen, zij mag alles doen, ze is helemaal vrij. Dus dat hebben we zo gedaan. En sommige dingen waren kabbelde voort, nou dat knip je eruit. En sommige, ja, zo, zoals dat gaat. Als je in het theater speelt, heb je dan ook veel zeg maar, gemengd publiek? Want in de scènes die hier in de film in de docu zaten, was toch wel weer een heel erg wit publiek. Terwijl het eigenlijk heel erg raakt ook over heel culturele dingen. Zo van, heb je nou het gevoel dat door dat het verhaal ook landt in de zeg maar, Turkse en misschien in de Marokkaanse gemeenschap, door wat je hier hebt, wat je hebt gespeeld? Ja, zeker. Want het is natuurlijk überhaupt zo dat het theaterpubliek overwegend wit is. Maar we hebben een hele wijktour gedaan door 7 grote steden. We hebben gespeeld in buurthuizen, buurtcentra. Ten eerste hebben niet alleen mijn moeder en ik en onze familie, maar voor de voorstelling hebben 20 gezinnen zich hieraan verbonden door met hun homoseksuele neef, of met hun kind, of met hun atheïstische dochter, of whatever, op de foto te gaan. En dat heeft toen wekenlang in 50 abis door de hele stad gehangen. En daarna door het hele land, en in elk theater, en Facebook-kanalen. Als een soort manifest op beeld. Want uitspreken is niet alleen met woorden, uitspreken is ook letterlijk naast iemand staan en zeggen, ja, dit is mijn nicht en ja, ze is atheïst en ik niet, ik geloof. Maar dit is mijn kind, laat haar niet los, niet meer zonder mij. Hè? En dus vanuit de gemeenschap is er heel veel samenwerking geweest. En wat ik zei, Nilay die zit hier, die heeft ook een heel groot deel van de research meegedaan. En het was ongelooflijk, want toen wij voor het eerst, bijvoorbeeld de allereerste keer dat wij in een buurthuis speelden, was hier bij Vrouw en Vaart, in Osdorp heet dat. Want ik kom niet uit Amsterdam, ik weet niet hoe correct dat is. Ik realiseerde mij dat mijn moeder, we hadden een computerlokaal als omkleedruimte en we zouden gaan spelen. En mijn moeder, al die tijd daarvoor had ze natuurlijk in theater gespeeld met een paar Turks en een paar Marokkanen zo, maar overwegend wit publiek inderdaad. En moest ze even naar het toilet, ging ze even naar het toilet. En de
wachtruimte zat al vol met Marokkaanse en Turkse vrouwen. Allemaal vrouwen zoals zij. Ze kwam terug, ze had migraine. Omdat zij voor het eerst realiseerde... Oh, wacht. Oh, ik ga nu... En zij kwam, oh. Haar eigen positie. En we wisten ook niet wat we konden verwachten. Het is aan mensen zeggen, hou je bek, of oh, dit doen we niet, of bij ons niet, of whatever. Het was ongelooflijk. Het was echt ongelooflijk. Zoveel ouders ook, van de jonge kinderen kan je nog, of van de jongere generatie kan je nog denken, oh, die denken misschien vooral bij mijn moeder, oh, eindelijk iemand van de oudere generatie die zegt, ja, ik vind dit, ik vind dat. Maar jij mag ook bestaan, helemaal zoals je wil zijn. Dus, maar ook ouders die zeiden, oh, eindelijk. Hè? Dus ja, zeker. Dank je. Ja. Ja, sorry, als jullie willen plassen, drinken. We toeren nog steeds met deze docu. Ook bij jonge meiden en blijft. Ja, als jullie een groep bij elkaar kunnen brengen. Ja, echt. Oud, jong, man, vrouw, waarvan je denkt, steeds. Khadija moet daar komen met die film en dan gaan we een nagesprek hebben. Wij hebben daar middelen voor, toch? Ja. We hebben daar middelen voor. Met de hele workshop en de right. Het is wel een fucking goed aanbod. Hi, ik ben Rosaline. Ik vroeg me af of je nu, want als ik dit gezien heb, dan denk ik eigenlijk direct van... heb jij na dit hele traject nu eigenlijk het idee dat je moeder nu trots op je is? Of was je daarnaar op zoek binnen dit traject? Of was het meer, ik wil gewoon mijn zegje doen en het maakt me niet uit of mijn familie me dan inderdaad, of mijn moeder in dit geval, nu ook me echt accepteert zoals ik ben, inclusief al mijn fouten? Ja. Het ging mij nooit om trots, het ging mij nooit om acceptatie. Ik wilde gewoon dit gesprek kunnen aangaan. Ik wilde dingen kunnen bevragen. En ik wilde mijn moeder de kans geven om haar kant van het verhaal te vertellen. Ja, want ik had bij alles wat ze had gedaan, had ik van alles verzonnen. Zo van, oh ja, dat doet ze want ze is opgevoed. Of dat doet ze want, dat zegt de Koran. Of dat doet ze want. Bijvoorbeeld, een van de hele belangrijke dingen is, mijn moeder zegt, het ergste wat je tegen mij kan zeggen is dat je niet gelooft. Kan je me beter doodmaken. En in de voorstelling zeg ik, ik krijg gewoon kortsluiting in mijn hoofd, want ik wil eigenlijk zeggen waarom. Hè? Maar in het Nederlands, dat blijkt dan deze kant te zijn van mijn lichaam, kan ik vragen stellen, kan ik bevragen, kan ik zeggen waarom. Maar in het Turks, dat is dan deze kant kennelijk, heb ik geen poot om op te staan, want ik word opgegroeid met... Je wordt geboren als moslim, sterft als moslim, punt. Geen vragen. En toch ga ik het je vragen. Waarom? En je moet bijna Turk zijn om te begrijpen hoe belachelijk die vraag is. Waarom word je daar verdrietig van, mam, als ik niet in God geloof? Want het is zo in je DNA gebakken. Dus ik wilde haar die dingen kunnen vragen. En een van de cadeaus was bijvoorbeeld, het antwoord wat ze daarop gaf was niet... Ja, stap maar in de Koran. Nee, ze zei, want volgens mijn geloof, als je ongelovig bent, dan ga je voor altijd in de hel branden. En ik hou van jou. Dat wil ik niet. En ik wil ook in het hiernamaals, wil ik jou niet missen. En daarom wil ik dat. Vond ik, dat ontroerde mij, snap je? Dus nee, ik ben nooit bezig geweest met, mijn moeder moet mij begrijpen of trots op me zijn. Nee. Oké, laatste vraag. Laatste vraag. Hier. Laatste vraag. En dan gaat iedereen in klas. Hoi, ik ben Emine. Lijk je op je moeder? Heel erg. Wat ik eigenlijk ook een beetje zag, ben jij op dat paard gaan zitten waar jouw moeder graag op wilde gaan zitten? Ja, super paard. Nou, weet ik niet. Mijn dochter werkt nu bij de krant en omdat wij morgen en overmorgen in Arnhem gaan spelen, ging ze ons interviewen. Wat natuurlijk heel mooi is, hè? Kleindochter, dochter, mama. En aan het einde van het interview vroeg ze aan ons, van,
Ze vroeg aan mij, wat vind je mooi aan Anane? Anane is moeder van moeder, oma. En ik zei, mijn moeder is zo sterk en liefdevol, een echte moeder. En toen vroeg ze dus aan mijn moeder, van wat vind je van haar? En het mooiste aan haar. En toen zei mijn moeder, haha, je naïviteit. Maar in het Turks is het een mengsel van je stupiditeit en je naïviteit. Saflen, weet je wel zo. Dus ik dacht, en toen zei ze, nee, wat ik zo mooi vind aan jou is, je bent gewoon zoals je bent. Altijd. Je bent gewoon wie je bent. Dus ik lijk op mijn moeder. Ik weet niet of ik op dat paard ben gaan zitten, omdat ik, weet ik niet. Maar ik lijk heel erg op mijn moeder. Oké, dank jullie wel voor iedereen die nu...